Dit is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Eén wist het zeker. Genova Luca. 100% zeker. Massasprint. Niemand twijfelde eraan. Massasprint. De weg was ervoor gemaakt. Aangelegd. Aangeharkt. Iedereen stond klaar. Massasprint. En wat gebeurt er? Niente. NPO Radio 1 podcast. Amici ascoltatori. Ja, welkom bij podcast De Kopgroep met vandaag een paar hele mooie paarden van stal. En dan denk ik aan Maarten Ducro, Maxime Horsels van Wielerflits en niemand minder dan Mart Smeets. Goeiedag heren, Potjandori. Mart, je was al helemaal in de stemming. Je had je verheugd op een massasprint. Nee, ik verheug me nooit ergens op dingen, maar het was al om te horen gisteren al. Gisteren tijdens de uitzending spraken de Nederlandse commentatoren van Eurosport zich al voor 1000% uit dat het zeker een massasprint werd. En in feite werden ook al de 1, 2 en 3 genoemd. Het was een massasprint. Als je de krantenverhalen las, zeker ook in België, het was vandaag een massasprint. Wie er won? Een Belg. Maar het zou een massasprint worden. En dan vind ik het leuk dat je zo het karretje in de poep rijdt van iedereen die vindt dat het een massasprint moet worden. Daar kan ik echt om lachen. Ja, nee, zeker. Nee, het waren spannende finales de afgelopen dagen. Vandaag ook. Maarten, ja, waar ging het dan mis? Waarom werd het geen massasprint? Er ging niks mis. Het ging juist goed. Oh. Ja, kom op hé. Die Benjamin Thomas. Dat is een achtervolger, een baanrenner. Dat is een klasbak, een flyer die met blinkende spaken over gladde wegen super hard kan rijden. Nou, dat hadden we vandaag. En hij hield stand waar die in Carcassonne. Ik herinner me dat nog goed. Was er ook zo'n gedoodverfde massasprint. En dat werd het ook. Maar Thomas was daar, ik denk 300 meter voor de streep dat hij gepakt werd. In een heel tumultueuze sprint overigens. En nu vandaag hield hij stand. Ik vond dat echt gaaf, man. Ja, echt heel leuk. Ja, vond jij het ook leuk, Maxime? Absoluut. Ik vind het juist altijd mooi als renders zo'n aangekondigde massasprint weten te ontlopen. Wat ik overigens wel, ik zat nog te zoeken naar. Maar hoe kwam dat? Welke teams hebben het laten liggen? Ja, er wordt nu eigenlijk gewezen naar één team die het een beetje de boel heeft opgeblazen. Dat is Alpes in de Koning. Die waren aan het werk voor Caden Gross. Maar er zat nog wat in de finale nog een beklimming. En daar hebben ze zo hard naar boven gereden dat eigenlijk alle andere knechten daarbij gelost zijn. Dus eenmaal over het klimmetje konden die renners wegrijden, of konden wegblijven. En was er gewoon te weinig manschappen om ze terug te halen. Dus daarin is wel eigenlijk collectief een zondebok gevonden in de vorm van Alpes in de Koning. Maar ik moet ook wel zeggen, ter verveuren van de massasprints, hè? Welke parcoursbouwer bouwt dan ook iedere keer zo binnen de 10 kilometer van zo'n prachtige sprint van die heuvels, van die bergjes in. Ja, zo kunnen we de massasprint als fenomeen gewoon afschrijven. Ja, maar het zorgt wel voor dat het eens een keer die finales leuk zijn. Want alleen maar dat is wel de treintjes naast elkaar rijden. Ja, daar val je zelfs in de laatste 5 kilometer nog van in slaap. Dus wat dat betreft vind ik het juist wel mooi dat het een beetje spektakel ja, is. Ja, maar er zitten best wel wat aardige sprinters in het peloton. En die heb ik nog niet met elkaar zien duelleren. Nee. Ook gisteren niet, toen Jonathan Milan won. Toen waren natuurlijk gewoon Jacobsen was eigenlijk al uitgepierd. En Caleb Ewan was al uitgepierd. Dus ja, je krijgt niet die duels. Nou, wat je ook ziet, beste mensen, Joost vooral, want ik hoor jou dik aansturen op een massasprint, dat zo geweldig is. Precies. Dat is natuurlijk zo fijn, dat door een peloton geprobeerd wordt te ontlopen. En wat je vroeger, wat je tegenwoordig eigenlijk continu ziet, is dat er dan 10 ploegen op kop gaan rijden met treintjes, terwijl er maar 3 sprinters zijn die echt dat kunnen winnen. En wat je in dit peloton ziet is dat ik heb vandaag ook op mijn startlijst allemaal S'jes gezet van de sprinters. Nou, dat zijn er een boel, man, niet te geloven. En je steekt er geen één echt bovenuit. En als ik Gross was, zou ik ook op dit moment me niet zomaar zeker genoeg voelen om te zeggen, weet je wat, zet de hele ploeg maar op kop voor mij. En dat is wat je ook ziet, dat je aarzelingen ziet van, nou, dat we eerst maar eens kijken, nou, die Milan, die is zo goed. Laat die zijn ploeg maar eerst op kop zetten. Dus ze gaan een beetje naar elkaar loeren. Nou, er zijn er al een paar die het vuur aan de schenen is gelegd. Bijvoorbeeld Jacobsen, die lag op die eerste klim vandaag er al af.
Dus die ploeg gaat niet zomaar op kop rijden. Die zegt, laten we eerst maar eens kijken wat anderen doen. Kunnen wij misschien van profiteren. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat ze in één keer op 3 kilometer erachter komen van, oh, wacht even. En dat opschakelen van een peloton, dat duurt altijd even. Je moet altijd een mannetje of 4, 5 hebben die dan dat vliegwiel gaan aanzwengelen. En dat gebeurde met 2 mannen. Ik geloof dat de Markie op 5 kilometer nog aan het rijden was. Nou, dat moet al lang, dan moeten er al lang 3, 4 ploegen op kop rijden. Wil je een kopgroep terugrijden met Valgren en Thomas erin. Dus te veel naar elkaar loeren. En ik vond het geweldig. Super. Nee, het is ook geweldig. Maar Mart, ik heb het idee dat de echte klassieke massasprint, dat het een beetje uit is bij de parcoursbouwers. Ik heb het idee dat ik het steeds minder zie. Jij ook? Ja. Nou, ik weet niet of het alleen maar door de parcoursbouwers komt. Kijk, de renners maken de koers nog altijd. Hè? Waar ze ook moeten rijden, dan zorgen de renners ervoor. Ze hebben zich misrekend vandaag, dat was dus duidelijk. En dat kwam ook wel, ik moet in de verleden tijd spreken, dat het een nogal hectische laatste 60 kilometer was. Voortdurend reden de mannen onderuit, reden met hun snuffer tegen borden aan. Er waren er die uitvielen. Het is een beetje tumultueuze laatste 60 kilometer geweest. En dan maken ze een rekenfout. En dan rij je er 4 voorop. Maar dan moet ik nog even naar die andere ijzeren wet toe. Als je zegt tegen je 3 kopgroepgenoten dat je niet meer kan en je demareert dan wel in de laatste kilometer weg. Dan moeten ze toch direct het scrotum onder je broek wegschieten, of maar niet? Normaal gesproken zijn ze nu naar zijn hotel gegaan, of misschien hebben ze het na de start al geregeld. Dus naar de finish. Thomas wint, maar ik weet zeker dat Valgren, dat is die Deen met die horens op zijn hoofd die ze afgeveild hebben, die is naar hem toe gegaan en die heeft hem even in Deens laten weten hoe hij daarover denkt. Want dat was echt misdadig. Ja. Dat is echt laag. Ze zeiden ook steeds, we waren met 4 mannen, of nou ja, eigenlijk met 3,5. 3,5, ja. Niet weg, omdat hij gewoon niet meereed. En ze omschreven hem als die Italiaan. Ze hadden geen idee wie die jongen in hemelsnaam maar was. Maar ik was heel druk met de formatie. Dus ik zette de tv aan en toen zag ik een scorebord, dus de top 10. Toen zag ik in herhaling dat er eentje vooruit was en die werd uiteindelijk door de 3 nog teruggehaald. Dat was de Italiaan die de hele tijd had lopen linkerballen en uiteindelijk wegsprong. Ja, Andrea Pietrobon. Wel een mooie naam. Ja, hele mooie naam. En de manier waarop hij ook wegreed onder het vod zo'n beetje, dat was, hij telefoneerde hem een beetje, maar hij had meteen een mooi gat. Maar je zag die 3 anderen denken van, dat nooit. Dat helemaal niet. Niet die klootzak. Dat gebeurt. Overigens ook wel mooi, hè. Ze finishte vandaag in de geboorteplaats van Mario Cipollini. Ik heb hem helaas na afloop niet gezien, want die moet wel een stuk uit de tafel hebben gevreten dat er in zijn plaats geen massasprint is geweest. Maar hij is helaas niet in beeld geweest. Ik weet niet of hij er überhaupt was. Was misschien niet mooi genoeg of zo, dat ze hem niet meer in beeld willen nemen. Ik weet niet hoe hij eraan toe is. Ja, Mario is nog steeds de keizer daar. Zeker in die wijnstreek. Wat een mooie man is dat toch. Zeg, maar Maxime, die Fabio Jacobsen. Oké, het worden geen massasprints. Maar hij is ook in geen velden of wegen te bekennen. Wat is er met hem aan de hand dit seizoen? Ja, dat is. Het loopt nog verder van een leien dakje voor hem. Al het hele seizoen is het zoeken naar die sprintvorm. Wat er ook mee te maken heeft, is dat hij natuurlijk van ploeg veranderd is. Hij rijdt nu bij team DSM 4-menig PostNL. En hele sprinttrein rondom zich heen gekregen. Alles wordt in werk gesteld om Fabio Jacobsen sprints te laten winnen. Ja, en de conclusie is nu dat het voorlopig nog niet echt lukt. Wel in de ronde van Turkije, vlak voor die Giro. 1 rit gewonnen. Maar er waren meer sprintkansen en dan wint eigenlijk zijn lead-out man. Nou, dat werd alsnog een beetje geframed als we winnen als het ware samen. Hij is ook net zo goed. Maar ja, daarvoor is Jacobsen niet naar die ploeg toe gehaald. En komt mede, Joost. Hij is echt geblokt, echt gespierd. Dikke benen, dikke armen, een nek waar je u tegen zegt. Dat moet je ook allemaal over die bergen en die heuveltjes heen slepen. En ja, dat loopt nog niet. Dus het is best wel bijna zorgwekkend te noemen hoe slecht hij ook gaat klimmen. Nee, maar dat is toch. Ik weet van Cavendish, als die niet in vorm was, dan kwam die ook echt geen verkeersdrempel over. Maar als het dan echt in de Tour, als hij dan echt goed was, dan lukte het hem wel om
zo'n bergje over te komen. Want hij wilde ook, hij heeft ook wel eens volgens mij finale gereden in Milaan San Remo. Ja, ja. Dus dat, of gewonnen zelfs, weet ik niet eens meer. Maar dan kwam hij er overheen, over die Cipressa. Nou, dus ja, dus er is, het lijkt wel alsof hij gewoon niet goed genoeg is. Ja, het lijkt op dit moment. Is op dit moment gewoon zo. Ja, maar hoe kom je daaruit? Het is een heel seizoen al. Ja, maar goed, als je bekijkt natuurlijk wat je zegt met Kevin, is het natuurlijk een veel rankere renner dan Jacobs is. En je ziet dat die, voor die echte pure massasprinters, Groenewegen mag je daar ook toe rekenen, die zijn zoveel gespierder geworden dan hoe een aantal jaar geleden een Tom Bone eruit zag. En nou ja, Kevin is, maar ook Kittel was dat al nog in mindere mate. En je moet ook nagaan, in die Tour de France van 2 jaar geleden, dat ze hem ook naar boven toe moesten schreeuwen op Peragudes. Daar had hij heeft altijd al moeite gehad met die grote bergen. En de laatste jaren zie je vaak dat die begin van die grote rondes redelijk vlak zijn. Dat is hier niet het geval. En wordt het best moeilijk om voor hem de volgende week te halen. Want Joost, één gelukje voor jou. Dan zijn er wel een paar ritten waar je een lineaal langs kan leggen. En, ja, is het alweer te laat. Je niet afwijkt, dan hoeft het niet meer voor mij. Dan hoeft het, nee, dan hou dan maar op. Dan ben ik er klaar mee. Dan wil ik weer gezien in de tweede week. Ja. Wat een verwende gast ben jij. Maar zeker. Iets opwerpen bij Jacobsen. Die zat natuurlijk vorig jaar in die Vlaamse familieploeg. Ja. Als je in de Wolfpack hoort, dan kan de rest er wel naar kijken van buitenaf. Van wat een aanstel is de Wolfpack. Maar dat betekent echt iets voor die jongens. En Jacobsen gedijt in zoiets. En de sfeer en in de DSM, die hebben het wel over het team. Maar dat is natuurlijk veel technocratischer. Daar zit veel minder grinta, veel minder leven in mijn gevoel. In elk geval past het, lijkt mij, veel moeilijker bij iemand als Jacobsen, die echt een emotionele man is. Ik zal nooit vergeten dat hij belofterenner was en dat hij renner van het jaar werd bij de beloftes in het sportgala. En toen hadden ze zijn naam met een C gespeld op de beker. En ik kom hem achter het podium tegen. En hij stond met een gezicht als een oorworm. Echt zo. Ik zeg, man, je bent de belofterenner van het jaar. Ik heet Jacobsen met een K. Potverdomme. Dat was helemaal over de zeik was die. Zo'n gast is dat. En die komt dan nu in een gereguleerde teams spirit terecht. Waarin alles op zijn wattages wordt gedaan. Vaste taken rollen. Dan krijgt hij een heel ander soort druk. Ik heb het idee dat het daarmee te maken heeft. Dat het nog wennen is. En misschien past het wel helemaal niet bij hem. Hmm. Wat zeggen jullie? Ik sluit mij bij mijn vorige raadgever aan. DSM is te goed georganiseerd. Ieder schroefje moet precies goed zitten. Iedere druppel yoghurt wordt gemeten. Alles is bijna scientifically neergezet om te gaan presteren op sportgebied. Daarbij wordt altijd... Je hebt meer van dat soort organisaties. Ik ken ook voetbalverenigingen die zo basketbalclubs die zo georganiseerd zijn. Honkbalverenigingen in Amerika. Je hebt altijd te maken met mensen. En mensen hebben gevoelens. En ik heb wel eens het idee dat de gevoelens bij deze sponsor ontbreken. Ze willen het te goed doen, te scientific benaderen. Dat is mijn zicht van buitenuit. Ik zit er niet meer in. Opa zit vanaf de bank met pantoffels aan te kijken. Dus ja, ik zie wat ik zie en ik denk soms wat. Ja, en ik denk, ik zie iemand gewoon niet meesprinten. En de postzegels zijn deze week wel 5 cent duurder geworden. Nu van aangekondigd. Dus waarom zetten ze een hemelsnaam dat team aan het sponsoren? En daar mogen we ook vragen bij stellen. We worden hier Potsjandori gewoon genaaid. Dan wil ik dat hij wint van dat geld. Ja. Wij zitten hun salaris te betalen. Dat, precies. Daar gaat het over. Want, ja, maar likken aan die zegels. Ja. Ik wil nog eventjes terug naar die Jacobs. Want het is helemaal waar wat Maarten wat je zegt over en Mart over hoe serieus die ploeg is. Maar als je dan eens eventjes kijkt naar die moment dat Jacobsen wint. Hè, en dan gaan ze altijd die high fives geven. Maar dan zie je Jacobsen juist altijd meteen van ik heb gewonnen. Maar op dat punt zit hij gelijk te coachen. Daar was niet helemaal goed. Ging je het hard of te zacht? Die zit altijd meteen te analyseren. Echt 10 seconden naar de finish toe. Ja, dat past natuurlijk wel weer bij deze ploeg. Maar ja, waar het aan ligt dat het nu niet loopt. We gaan het toch eens even moeten vragen. Want, Joost, hij gaat ook de Tour de France rijden. Althans, dat is het plan voor hem. Dus het moet toch wel gaan marcheren, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Ik hoorde van de week op Eurosport dat dus Tim Merlier... die heeft dus speciaal getraind om die bergjes, de heuveltjes beter
over te komen. Om dan toch vooraan te zitten. Ik weet niet hoe je daarop kan trainen. Maar ja, misschien is dat ook voor Jacobsen iets. Want hoe ziet zo'n training eruit, Maarten Ducro? Als je als sprinter is dat een kwestie van afvallen of gewoon maar heel vaak oefenen? Nou, het is een ding wat zeker is dat het met je lichaamsbouw te maken heeft. En het is een balans vinden tussen als je makkelijker de berg overgaat, dan is dat meestal omgekeerd evenredig met je spiermassa en je sprintvermogen. We hebben meer renners gehad die omwisseling hebben gemaakt en daar heel veel moeite mee hebben gehad. Cavendish heeft er ook mee geworsteld. Ik kan me Kenny van Hummel herinneren, die ging te slecht naar boven. Nou, dat was sowieso een sprinter die gelanceerd moest worden en dan kwam die nog op snelheid en dan kon hij het. Maar als er een berg was geweest, dan zat hij achterstevoren op zijn fiets en kon hij niks. En dan ging hij daarop trainen. Toen werd hij helemaal niet. Jeroen Blijlevens, die wilde op een gegeven moment klassieke renner worden. Ik herinner het me weer. Die heeft nooit meer een sprint gewonnen, zowat. Toen hij echt vond van zichzelf dat hij niet maar rittenkaper moest zijn, maar ook echt bergen over moest en heuvels en klassiekers moet kunnen rijden. Dat is een heel lastige balans, hoor. Ik ben daar geen begeleider in of wat ook, maar ik kan alleen maar spreken uit mijn database. Daar zijn de cijfers niet gunstig op. Dylan Groenewegen heeft als amateur de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Die dacht, dat ga ik bij de profs ook doen. Nou, die heeft heel rap ingezien. Ik kan maar beter, we gaan focussen op de sprint. Want dat is toch andere koek. Dat ligt mij beter. Ja. Ja, als die sprints steeds minder worden. Want een oude wijsheid luidt, als je niet vooraan zit, kun je niet winnen. En dat zie je nu hier in deze Giro natuurlijk. Ja. Ja, dat kan je wel snel. Joost, over sprinters gesproken. Mag ik een luid applaus voor degene die bij Eurosport een analyse geeft die kristalhelder is. In het heel goed begrijpelijk Nederlands. Terwijl zijn moedertaal Engels is. Robin McEwen. Ja. Vind je dat niet fantastisch hoe hij dat kan? Ik vind dat zo leuk dat iemand in zijn dus tweede taal, hij woont er al een tijdje, maar in zijn tweede taal en ook opgepikt door Eurosport en hij doet dat geweldig. Hij kan dus veel meer dan sprinten. Hij kan nadenken, dat wist ik al. Hij kan flirten, daar weet mijn dochter alles van. Oké. Dat is een heel grappig verhaal. Zeker. Ja, dat is een heel leuk verhaal. Mijn dochter werkte bij de Olympische Spelen van Athene. Werkte ze voor de Heineken-bar, waar alle sportmensen samenkwamen. En dat was een komen en gaan van mensen die allemaal met stotende microben te maken hadden. En die wilden van alles en weet ik veel wat. En Nienke, mijn dochter, zei dus. En er was er één man, die was heel bescheiden, die stond links voor de bar. Die maakte nooit zich druk dat er een lange rij stond. Hij stak één wijsvingertje op en dan zei hij, alsjeblieft één bier. En ja, daar hebben we het nog steeds over. Dat is Robbie McEwen geweest. Dus mijn dochter, na 3 dagen had ze het door. Ze zag hem komen en dan stond dat biertje al voor hem klaar. Dat was een platonische liefde die daar in Athene hartstikke leuk was. Ja, dat heeft jou wijs gemaakt dat het platonisch was. Joost, hou op, man. Kom. Ja. Ik heb nog wel andere dingen te doen. Ja. Oké. Ik wilde maar even aangeven. Altijd doorvragen. Dat in sprinters zit meer dan alleen maar die dikke kuiten. Ja, dat is het probleem juist. Maar goed. Ja. Je moest aan Maarten ook niet vragen om te gaan sprinten. En dat moest je aan Gert Jacobs ook niet vragen. En Erik Breukink, die werd door mijn oma nog voorbij gereden. En dat deed mijn oma nog de handen los van het stuur race langs. En dan zei je, kan je in een wiel komen? Ja? Er zijn renners die kunnen sprinten en er zijn renners die dat helemaal niet kunnen. Maarten kon heel goed in een jacht rijden. Maarten kon heel mooi alleen rijden. Hij heeft heel goed gepresteerd. Als een van de vier bij de wereld. Hey, we zitten nu met een wereldkampioen. We zitten met iemand die vierde is geworden bij de Olympische Spelen. En daar wil hij wel even iets van vertellen. Want Maarten, wie had jij gisteren in huis? Ja. De Volkskrant, jouw favoriete krant, was hier langs om het verhaal te horen van de vierde plek.
En Gert Jacob, die heeft het verhaal helemaal uitgediept en uitgewerkt. En hij vertelde dat gisteren weer. Delen wist ik nog wel. Maar het is te pijnlijk voor woorden, joh. Dat is, we hadden geen snelle fietsen. En onze concurrenten, die we altijd klopten, die hadden wel snelle fietsen met dichte wielen. En we hadden geen coach. Dus wij trainden in ons eentje met z'n vieren. Maar Breuking, zijn zus was ziek. Dus Breuking, die werd in quarantaine gehouden. Dus die zagen voor hun... Die hadden we een week gemist, dus we hebben gewoon maar een beetje langs Venice Beach rondgereden. En we hadden het parcours nooit gezien, omdat onze chef de mission geen Engels sprak. Nou, werkelijk, als ik daar aan terugdenk. Ja. En dan op 9 seconden van de derde vierde worden. En op 11 seconden van de tweede of zo, of 20 seconden. Nou, het was echt... Man. Ja, dat was wel pijnlijk, ja. Ik vond dit verhaal dermate leuk, Joost, dat ik het er even ertussen gebreid heb, hoor. Maar gisteren waren ze alle vier hier en dat was zo leuk, man. Jos Albert, weet je hoe zwaar die weegt, Mark? 125 kilo. En, maar hij, wat onveranderd blijft, is de voeten. Die heeft maat 50. Wij vonden al dat hij een extra hefboom aan zijn been had, maar maat 50 had hij. Ik zag het gisteren weer. Het was geweldig. En die Breuking, die kwam helemaal los, jongen. Dat is zo'n droogkloot, denk je. Nou, dat was erg grappig. Ja. Ja, hierover, wielerhistorie. Lullen, nog even terug naar de sprint. Olaf Kooi, dat is normaal iemand die best wel aardig een heuveltje overkomt. En dan meestal de rapste is, Maxime. Maar ook hij heeft het niet. Nee, die kwam echt snelheid tekort. Ze had best goed gepositioneerd. Maar dat zie je toch maar weer dat een grote ronde rijden weer iets anders is. Voor het eerst dat hij... dat is wel het verkeerde blad, Mart. Dat hij... Mart houdt nu een wielerblad omhoog. Maar dat is niet jouw wielerblad, Maxime. Niet mijn wielerblad, nee, precies. Nee. maar dat terzijde. Die rijdt hier voor het eerst een grote ronde. En een zwaar begin dat toch net even iets anders is dan ook niet de goede. Ik zou je even de juiste gaan bezorgen richting Tour de France. Ja, dit is... Ja. Arme Maxime. Ja. Nou. Goed. Maar ja, dus nee, inderdaad, die komt... Dan gaan we even toch nog naar natuurlijk... laten we, voordat we eindeloos doorgaan... We gaan naar de nummer 69 van vandaag. Signore 69. Ja, en dat is dus een Italiaan, is dat geworden... En ik had hem net nog voorstaan, maar even kijken, dit is hem, hè? Eduardo Zambanini. Ja, dat is familie van de Zamboni, zullen we maar zeggen. Maar ik kende hem niet, maar jij vast wel, Maxime. Nou, ik ook heel weinig maar van hem. Het is echt een... hij is pas 23, dus hij heeft nog een hele carrière voor zich. Wel al aan zijn derde profjaar bezig bij Bahrein Victorious. Maar het is wel echt iemand... eigenlijk een backbencher zouden we hem noemen als hij in de Tweede Kamer had gezeten. Het is iemand die, die je nauwelijks ziet... Hoho, hij is 40ste geworden in de uitgave van 2023 en hij is 36ste geworden in de Vuelta. En mijn geëerde collega M. Ducrot, zijn beste prestatie in de grote ronde was 39ste. Dus je wilt toch niet zeggen dat hij in de categorie van Ducrot zit, hè? Alsjeblieft. Nee, nou ja. Hij was ook derde dit jaar in de Tour of Antalya. Nou, hoho. Kijk. Ja. Dan ben je grote meneer. Door heel knap onzichtbaar te zijn. Want het is iemand die niet van voren, niet van achter ziet. Dus er altijd een beetje ertussenin hangt en op die manier doorfietst. Doet niks af aan zijn kwaliteit, want hij is gewoon een Italiaans klimtalentje. Maar je zou qua prestaties en eigenlijk en ook qua naam hem eerder bij Bargiani verwachten. Of eigenlijk zo'n Italiaans pro-team. Ja, wat is zijn taak bij Bahrein? Dan. Ja, die zien hij moet gewoon werken. Geld opstrijken. Ja. Kijk, hij heeft één grote prestatie al geleverd. Dat heeft hij al geleverd nog voor de Giro. Want hij is wel gekozen daar waar ze Wout Poels erbuiten hebben gelaten. Dat is dus een mogelijke keuze geweest. Zambanini, Wout Poels. En toen is toch voor de Zambanini gekozen. Of een van de andere onzichtbare renners. Dus dat is wel opvallend. Wat heeft hij dan goed? Dan zou je zeggen, hoe komt hij bij die ploeg? Dan zal hij wel een goede manager hebben. Nou ja, dat heeft hij inderdaad ook. Namelijk dezelfde als die van Pogacar. Dus wellicht dat Carrera hem een plekje heeft bezorgd. Maar daar wil ik niks mee insinueren. Hij rijdt hier de Giro. Hij heeft hij alles uitgereden. Dus hij kan harder fietsen dan dat wij met z'n allen op dit moment kunnen. Maar dat doet hij wel. Maar heeft hij een hond?
Ja, daar ben heeft ik net, een hond? Daar ben ik net aan het kijken. Ik zie een surfplankfoto. En hij is niet heel actief op Instagram. Nee, hij is een keer gaan skiën. Heel goed is dat. En hier wordt hij al wel heel jong. Hij wordt heel snel heel jong op Instagram. Dus toen was hij... En als je dan ook gaat kijken naar hoeveel weekjes erbij staat, dan ga je zo richting 200 weken geleden. Dus het is 5 jaar terug dat hij ding heeft geplaatst. Dus ook daar... Hij is wel blij met zijn eigen uiterlijk, heb ik het idee. Ik heb wel het idee dat hij heel blij is met zijn eigen uiterlijk. Dat, ik heb hier zijn eerste foto's is met een meisje. Maar ja, dat is wel heel lang geleden. We zullen eens even kijken hoe lang geleden dat was. 2015. Toen had hij een vriendin, maar toen was hij zelf denk ik ook 15 zo te zien. Nou, is toch goed om te weten. Maarten, Zambanini, of hoe die man ook mag heten. Ja, hij stond nog niet eens in mijn database, hoewel hij al 3 jaar prof is. Dus dat, is, dat betekent, ik hou al die ploegen bij, maar daar ben ik 2 jaar geleden mee gestopt. Dus hij heeft ook niks gedaan in de koers. Hij is een keer derde geworden in de 19e etappe van de Vuelta, waar hij dus in startte. Toen was hij een overblijver uit de kopgroep. En net voor Evenepoel kon hij nog uit die kopgroep overblijven. Dus het is een overlever. Backbench, ik vind het is wel een negatief woord. Want hij moet toch wel behoorlijk omhoog kunnen rijden als je zo rond de 30e plek in de grote ronde eindigt. Maar backbenchers kunnen ook heel goed voor motie stemmen, hoor. Dus dat moet ook gebeuren. Maar hij is einde contract, dus hij moet dit jaar iets laten zien. Dat nou, ben ik hier. Wel benieuwd. Dat heeft hij vandaag gedaan. Hij is gewoon de meneer 69 geworden. Hij moet iets gaan laten zien. Nou, wie weet gaan we hem nog zien als het echt heuvelachtig of bergachtig gaat worden. Ja, we hadden het net al de naam viel, Pogacar. Nou, is hij nou weer met zijn kracht aan het smijten, Maarten Ducro, ook met het oog op de Tour? Ja, hij kan niet anders. Dat moeten we toch wel vaststellen. Hij heeft echt ik vind het leuk hoor, maar ja. Ja. Maar het lijkt ook wel, bijvoorbeeld die situatie met Thomas. Ja. Daar komt hij daar in de laatste kilometers. En die Thomas, die zei in dat interview, alsof hij tegen mijn kop aan stond te schoppen. Hij zegt, ik heb toch voor de show een keer overgenomen, maar dat was zo'n halve trap in het luchtledige. Ja, hij zat echt als een goudvis op het droge adem te happen, die Thomas. Niet normaal. Huh. Maar, ja, wat een sprinter heeft, Van Poppel heeft me dat ooit gezegd, die zet er een vlag voor en je raadt hem op uit zijn dooskist en dan sprint hij nog. Als Pogacar in een finale komt waarbij er kruiddampen zijn die hij kan ruiken, dan ontvlamt hij. Van der Poel doet trouwens ook van dat soort dingen, dat hij achteraf zegt, ja, dat was misschien niet zo slim, maar ik zat erin en dan moet ik maar even... tot het gaatje, maar dat heeft Pogacar natuurlijk al een paar keer opgebroken ook, net als Van der Poel trouwens. Maar ik vind het wel leuk. Ja, nee, ik vind het ook leuk, maar ja, hij heeft zelf de ambitie om ook de Tour te rijden, dus ja. Ja, maar herinner je nog zijn eerste Tour die hij won? Toen verloor hij in de waaieretappe, verloor hij 1,5 minuut. En toen pakte hij de volgende dag meteen een minuut terug op de Piresourde. En toen zei Piper tegen hem, zijn ploegleider toen, van joh, nou moet je even je gemak houden. Je moet in het wiel gaan zitten van Roglic en verder niet bewegen. En toen heeft hij de rest van de Tour 2 weken lang in het wiel van Roglic gezeten. Die op de loze, die hele steile kool in de ene laatste dag aanvalt. En die valt aan en Pogacar verliest toch 15 seconden. Dus Piper zegt, man, je hoeft er maar één ding te doen in het wiel. En Pogacar zei... Maar ik kan niet gewoon 2 weken niks doen in de koers, in het wiel zitten en maar wachten, en maar wachten, en maar wachten. En dan gaan ze ineens, dan moet ik eerst, dat lukt niet. Hij kon die knop kan niet, hij moet gewoon kruiddamp in zijn neus hebben. Zo zit hij in elkaar. Ja, want hij fietst zichzelf ook naar voren. In de finale zag ik, dan pakt hij geen treintje, dat doet hij zelf. Ik vind het allemaal hartstikke leuk hoor, maar ik denk, gast, denk ik dan. Je wil zelf ook nog de Tour winnen, dus ja, moet een beetje zuinig zijn. Ja. Ze hadden hem gevraagd al van, wat heeft deze Giro je gekost? Natuurlijk doelend op hoeveel krachten het al had gekost. Waarop hij zei van, ik ben hier op een 3 weekse werkvakantie en de ploeg betaalt. Dus ik heb nog geen euro hoeven uitgeven. Kijk, hij wordt steeds leuker. Dat vond ik wel natuurlijk een heel mooie treffend antwoord. Hey, hij moet ook niet vergeten, 300 meter schilder het maar, of hij had gewoon die rit gewonnen, hè? Hey. Dus pak je modificatieseconde, zat er een gat met het peloton, 300 meter. Het was ook niet dat het, laten we zeggen, een
kansloze actie was. Nee. En Thomas ook moeten geven. Dus ik vond eigenlijk wel een slimme zet. Ik vond het leuk. Ik dacht alleen, ja, dit is zijn Achilleshiel. Zeker omdat hij die ambitie heeft om die twee grote rondes te winnen. Ja. Maar voor mij mag hij doen. Dat maakt het wielrennen alleen maar leuker. Gaan we nog even naar morgen kijken. Anders wordt het misschien wel heel erg lang voor onze luisteraars. Gravelstroken staan weer op het programma. In de Tour dit jaar ook. Ik zeg altijd, gravel is voor Spaanse tennissers. Mart, hoe sta jij in de gravel-discussie? 6-4, 6-1, 6-1. Mooi. Voor Nadal, neem ik aan. Ja, ja dat wel. Nee, ja, gravel is een loterij. 50% dat je lekker rijdt, 50% dat je er doorheen komt. En wij zoeken in ons moderne leven van tegenwoordig veel meer uitzonderingen dan de regel ons aangeeft. Je kan ook gewoon tussen waar rijden we morgen. Viareggio en Rapallano termen kan je ook gewoon over een asfaltweg rijden. Maar nee, voor de spanning, voor de lekke banden gaan we nu een Strade Bianche gaan we ervan maken. Oké, het zij zo, de wereld verandert. Laten we hopen dat de uitkomst van deze Giro d'Italia niet op één van die korte stukjes te vinden is waar iemand of meer iemanden lek rijden en de koers verliezen. Dit is zoeken naar een extra hindernis. Is dat zo, Maarten? Of is dat lek rijden? Is dat met de banden van tegenwoordig ook nog zo'n risico op gravel? Ja, er zijn allerlei dingen aan de hand. Die fietsen die zijn toch wat moeilijker. Die lichte fietsen die hebben een foutmarge voor die renner die heel erg laag is, heel erg klein is. Dus ja, er hoeft maar een gravelsteentje scheef te liggen en je ligt op je bakkes. Ik vind sowieso vandaag ook al, heb ik valpartijen gezien, dat ik denk van jeetje man, het lijkt me toch zo ook, doordat ze zo op hoogte aan het trainen zijn, dat ze een vaardigheid om in een peloton te kunnen manoeuvreren, dat daaronder leidt. Dat ze te weinig echt dicht op elkaar koersen en daar gewend aan zijn. Echt gewoon stuurfouten. En dan moet je over die gravel. Ja, dat hoort er wel bij. Ik bedoel, in de Tour de France gaan ze door Noord-Frankrijk en dan moet je over de kasseien. Dat heb ik ook meegemaakt. Ja, het is niet dat je daarnaar streeft, maar het is ook als zo'n rit op het programma staat, dan heb je wel zoiets als renner van, ja, potdorie, vandaag gaat het erom. Die klimmers die zijn nu bang en vandaag is het aan mij. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar wat, je hoort het. Ambivalent. Wel leuk. Ja. En jij, Maxime? Ja, kijk, we gaan nu wel naar etappe 6. De Giro mag toch wel wat peper en zout gebruiken. Want het is toch wel redelijk flats vergeleken met hoe het vorig jaar de Giro begon. Met spannende duels met Roglic en Evenepoel toen onder andere. Dus wat dat betreft is zo'n parcours wel mooi. Maar dan is die laatste strook, het zijn er drie, is op 20 kilometer van de streep klaar. Ja, hier. Dus ja, dat gaat ook. Grote kans dat geen beslissende geen beslissingen daar gaat vallen. Wel, ja, Pogacar die reed in de straten ongeveer op vanaf de start reed hij al weg. Ja. Dus ja, wie weet. 70 kilometer solo. Ja, ongelooflijk. Dus wie weet. Ja. Wat ze wel dan leuk hebben gedaan, aan het eind van die derde strook is de tussensprint gelegd. Dus mochten er nog redelijk bijeen zijn, dan gaat het dus nog op de gravel gesprint of in ieder geval aangevallen worden voor nog sprinterspunten. Dus nou ja, zo zie je maar weer echt dat ze alle trucken uit de hoge hoed proberen te toveren om hier spektakel te gaan maken. Dus heel benieuwd. Het is, jij zei het al, Joost, het is wel echt zo'n etappe van je kunt hem hier niet winnen, maar zeker wel gaan verliezen. En laten we hopen dat niet te veel gaat gebeuren. Zou Pogacar op 2 minuutjes hier verliezen, zou voor de spankracht van deze Giro natuurlijk wel weer wat moois zijn. Als ze het net maar weghalen, dan scheelt dat ook weer, hè? Natuurlijk. Joost, ja. mag ik nog één ding even proberen uit te leggen? Ik werd vanochtend op straat aangesproken door een keurige meneer. Die lopen over het algemeen door Haarlem. En die zei, meneer Smeets, waarom zendt de NOS geen ronde van Italië uit? Ik zeg, nou, dat probeer ik dan uit te leggen, dat gaat wel. Ja, zegt hij, maar het erge is dat de VRT het nu ook al niet meer doet. Daar had ik even niet over nagedacht. En toen dacht ik van ja, Nederland niet. Dus de NOS niet, de VRT niet. Dan moet je dus als wielergek, moet je naar Eurosport.
van Eurosport. Begint 's ochtends, denk ik, om 4:50 beginnen ze met de voorbeschouwing. En die gaat door tot 6:00 s'avonds. Daar hebben ze 4 mensen voor die de hele dag moeten gaan zitten praten over heel weinig. Het zit heel gek in elkaar. Maar laat ik dan het antwoord geven voor de mensen die naar ons luisteren. De rechten die de Italiaanse organisatie wilde verkopen aan Nederland en België liggen te hoog, afgegeven tegen wat wij eruit kunnen halen. Er is geen zender vrij in Nederland. Dat klinkt belachelijk, maar dat is zo. En de VRT heeft gezegd, zonder onze Vlaamse toppers in de strijd, gaan wij niet een heel groot bedrag uitgeven voor de live reportages. En ik hoop dat mensen die dezelfde vraag hadden als die keurige meneer, dat die nu snappen waarom het is. Ja, ja, en Eurosport. Dus dan concurreer je ook nog eens mee als je al dat geld uitgeeft. Overigens, ik weet niet, over Eurosport gesproken, ik weet niet wie die aan die reclameknop zit. Ik zat dus gisteren, was er een sprint. Ik denk, nu komt de herhaling en drukt er een of andere maloot op die knop. Nou, had ik ook. Sorry, ik bedoel, timing is alles. Maar als je dan bij zo'n zender werkt, dan kan je toch, daar kan je toch een beetje invloed op uitoefenen. Maxime, weet je dat? Ja, leg dat mij nou eens uit, jongen. Ja. Ik weet niet hoe het er nu bij zit, want voorheen werd het zelfs vanuit Parijs ingestart. Hè. Dus dan, de Fransen het, weer. Met ja, het centraal. Ja. Maar ja, goed, nu zijn de Fransen geen eigenaar meer van dat hele discussie wat heeft overgenomen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik kijk dan nu op een stream waar gelukkig geen reclame in is gezet. Want ik denk degene die op de reclame drukt, die heeft RSI. Want die wordt zo vaak ingedrukt. Die vinger die stuitert zo vaak. Ga je naar de reclames toe. Dat is, die is iets overijverig. Ik ben het met je eens. Maar ja, ze moeten het ergens van betalen. Ja, nee, ik snap wel dat. Dat snap ik wel, maar dan dat time zoiets dan. Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Dat is iemand waarschijnlijk die normaal gesproken tennis of snooker regisseert, doet nu wielrennen. Maar dan zal morgen die gravelrit wel goed gaan als het iemand van tennis is. Precies, ja. 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 Nou, zullen we wel even blij zijn met Koen van Maurik, onze Nederlandse regisseur die voor de hele wereld de beelden verzorgt en dat voortreffelijk doet. Nou, applaus. Nee, de beelden zien er mooi uit, absoluut. Het Italiaanse decor blijft ook heerlijk om naar te kijken. Dan, in het kader van De Natte Vinger. De Natte Vinger. Ja, en een tip van een collega van mij. Mensen kunnen voorspellen. Wat is er eerder? Een kabinet? Of het einde van de Giro? Of is er eerder een kabinet dan het einde van de Tour. Nou, daar kunnen mensen eens eventjes over gaan nadenken. En voorspellen. En dan winnen ze iets. Ja. Mag je Kamerlid worden? Ja, zeker. Minister worden. Dat, ja. Maar ja. Joost, stel ja. Nou dat er volgende week een kabinet is en dat valt voor de Tour. En er is dan dus geen nieuw kabinet tijdens de Tour. Win je dan toch die weddenschap? Of heb je dat als je zegt dat het eerder een kabinet is dan de Giro is afgelopen, dan win je. Maar als je zegt, nee, dat is pas na de Giro. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, nee, dat is pas na de Tour. Dat kan ook nog. In Frankrijk is er nooit een kabinet gevallen tijdens de Ronde van Frankrijk. Weten jullie dat? Oh. Dat is een prachtig historisch iets. Stukje overschrijven, Joost. Hmm. Ja, maar volgens mij vallen in Frankrijk sowieso kabinetten niet zo heel snel, naar mijn gevoel. Ja, of heeft het niet gewoon met zomerreces te maken? Dat iedereen toch te dronken om te vallen. Op het strand ligt. Ja. Ja, maar goed, dus we gaan hier eens induiken. Ja. Nou, heren, het was me weer een waar genoegen. Wordt het een mooi beetje leuke etappes, Maxime, de komende dagen? Ja, hè? Een beetje zeker. En zaterdag al aankomst bergop. En vrijdag een tijdrit met ook nog in het slot een heel stuk bergop. Dus het gaan nu leuke ritten worden. Oké, nou, dan spreken we elkaar zondag weer. Dat hebben we afgesproken. Nou, heren, zondag, beste luisteraars, dan zijn we er weer. Geniet ervan.